Achter ons staat eigenlijk het nieuwe radiologisch en chemische verkenningssysteem van Defensie. Er kunnen zich situaties of incidenten voordoen waarbij het dusdanig specifiek of complex wordt waar zeg maar de reguliere brandweerzorg niet op toegerust is. Dat is eigenlijk het moment dat wij kunnen ondersteunen met capaciteit en middelen. Of als het hele specifieke gevallen betreft ook echt met kennis en bijvoorbeeld met dit voertuig door metingen te verrichten, een verkenning uit te voeren. We zien hier een zondekop. Die kan buitenlucht aanzuigen en die kan dan binnen die lucht geanalyseerd worden. En daar kan ook blijken of er schadelijke stof of net wat in de lucht hangen. Er kan instortingsgevaar zijn, er kan misschien wel een vuurwapen dreigen zijn bij bepaalde incidenten, een brandgevaar. Dus daar kunnen we voor kiezen om bijvoorbeeld eerst de robot in te zetten. En met de robot kunnen wij ook op afstand bijvoorbeeld een luchtmonster nemen, wat binnen het voertuig ook nog verder geanalyseerd kan worden. En al die analyse resultaten, die kunnen wij ook een en een doorsturen naar allerlei partners die daar verder mee aan de slag kunnen.